We willen transparantie en helderheid nu. Een van de leuzen die vanmorgen werd geroepen aan de waterkant tegenover de Centrale Bank van Suriname. Een aantal burgers had zich verzameld voor het tekenen van twee petities die bedoeld zijn om duidelijkheid te krijgen over de verdwenen kasreserve van 100 miljoen US dollar. De bezorgde Amanda Chombar zegt dat de actie niets te maken heeft met een politieke kleur. Het is gewoon van burgers, mensen die hier wonen in Suriname. En eigenlijk, de laatste gebeurtenis is de druppel die de emmer laat overstromen. Het is een geval na een heleboel andere issues die er zijn. Dus hoe lang moeten we stilzitten? Hoe lang moeten we onze mond hierover houden? Right? We zijn hier om een petitie in te dienen omtrent de 100 miljoen. Misschien nog meer, hè? Want duidelijkheid is er niet. We hebben geen harde bewijzen nog ontvangen. En als bezorgde burgers van Suriname eisen wij transparantie hierover. We willen weten hoe alle systemen en protocollen zijn omzeild. Hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hoe een heleboel partijen verbaasd zijn. We willen transparantie, we willen inzage. Hoe is men aan geld gekomen dat niet gereserveerd was voor de doeleinden waaraan het is besteed? En welke doeleinden zijn hieraan zijn hiermee ingewilligd? Chombar zegt verder dat de groep duidelijkheid en transparantie eist. Ze benadrukt dat elke burger van Suriname hier recht op heeft en dat ze hun stem moeten laten horen. We hebben hier recht op. We hebben hier recht op. En hoe lang moet dit dit verhaal doorgaan, dit tafereel, want dat is het bijna eigenlijk. Hè? Keer op keer op keer worden zaken misbruik, corruptie wordt herhaald. En we willen duidelijkheid. Kom met een eerlijk verhaal terug naar ons. Kom met harde bewijzen. Het kan niet zo zijn dat jij als instantie, als orgaan, onafhankelijk orgaan, de Centrale Bank van Suriname, niet weet waar je kasreserve naartoe is gegaan. En het niet kan uitleggen. We zijn vanaf donderdag is het in de media. Vanaf donderdag hebben we geen antwoord gekregen. Dus het kan ook niet zo wezen dat jouw weekstaten verouderd zijn op de website. Informatie bestemd voor de burgers en de omgeving. Jaarverslagen zijn al jaren niet aan voldaan. Dus het is niet iets van nu, mensen. Het is niet iets van afgelopen 6 weken. Het is iets van jaren. Hoe kan dat we zo omgaan? Met protocollen en richtlijnen. Wij moeten toch ons houden aan regels. Wij als burgers moeten ons toch ook houden aan regels. Dat was de bezorgde actievoerder Amanda Chombar. De betogers hebben zowel bij de Raad van Toezicht als de directie van de Centrale Bank een petitie ingediend. Ze eisen dat het geld onmiddellijk wordt teruggestort. Hierna begaf de groep zich naar de Nationale Assemblee om ook aan de volksvertegenwoordiging een petitie te overhandigen.